Je bent zo lief, Link. PS, ik ben weer single. Oh my god. Er wordt net tegen me verteld dat Jill is single. Man. Go, go, go. Hoi, ik ben Link Tijger. En ik moet jullie wel vertellen. Ik wil jullie allemaal welkom weten bij deze video. En voordat ik deze video ga beginnen, even een duimpje omhoog achterlaten. Wat doe je duimpjes, hoe blij hier ik ben. Kijk, ik hoef niet zo erg te fluisteren, maar ik kom deze stem best wel praten. Het is namelijk best wel laat. En ik ga dit weekend weg. En over jullie speciaal nog eventjes Map van een Tijger te uploaden op zondag. Ga ik speciaal voor jullie zo laat nog even Map van een Tijger opnemen. Alleen het enige probleem is dat er nog slapende ouders onder mij wonen, zeg maar. En ik wil ze natuurlijk niet te veel belasten. Want ze moeten morgen natuurlijk weer vroeg op. Heb ik dus besloten om te gaan fluisteren deze aflevering. Dan hoef ik niet zo te gaan fluisteren. Maar ik kan wel best wel op deze toon praten. En ik hoop niet dat ik het erg rage. Want het zou heel erg kut zijn. Goed, nog steeds even een duimpje omhoog achterlaten. Ook als je altijd moet fluisteren als je ouders alvast slapen. En jij moet heel stiekem nog achter je computer zitten. Misschien kijk jij dit filmpje wel heel erg stiekem. Misschien moet je eigenlijk op dit moment wel gaan slapen. Maar toch pak jij stiekem jouw mobieltje. En dan ga je lekker concluderen naar mijn filmpjes. Maar dat houden we natuurlijk even tussen ons. En ik ga je niet verraden bij je ouders. Maar goed, we zijn met het allereerste mapje aangebroken. En staat hier bij Hoi Link. Leuk dat je mijn map speelt. Deze map heb ik voor jou gemaakt. Het is mijn tweede map. Dus hij heeft al eerder een map gestuurd. Groetjes van Wortel. Niet mijn echte naam. Dat is niet zijn echte naam, maar wel Groetjes van Wortel. Map is gemaakt met Red Craft. Dat is hartstikke mooi. En we gaan hierop staan en kijken wat er gebeurt. Er gebeurt niks. Waarom gebeurt er? Oh, er zit hier. Er stond er. Was die button hier al? Zover ik weet was die button hier nog niet. Maar we gaan erop klikken. Oh, wat gebeurt allemaal? We gaan beginnen. Nu een dolo. Veel succes. Tip. Ik ben 15. Dankjewel voor de tip dat je 15 jaar bent. Dat heb ik vast wel nodig. Maar ik weet niet of ik goed loop. Dat zien we vanzelf wel. Ik wil hier lopen en ik kan hier niet doorheen lopen voor some reason. Oh shit. Er zit hier gewoon onzichtbare blokken. En we hebben hem. Oh nee, dit is verkeerd. We liepen verkeerd. Oké, we lopen echt hier van. Wat staat hier? Goed zo, je hebt de uitweg gevonden. Yes, we hebben de uitweg gevonden. Oh nee, hij heeft me. Oh, hij heeft me zo ziek hard geprankt. Oh shit, ik heb dat hele eind gelopen. En stond erbij dat ik uiteindelijk het uitweg had gevonden. Maar dan. Oh, dit is een zieke prank, ouwe. Ik kan niet geloven dat ik daar eigenlijk ben ingetrapt. Maar ik ben er wel ingetrapt. Oh, ik heb een button gevonden. Dit is de uitgang. Dit is de uitgang. Yes, terug naar het doolhof om de tip te zoeken. De tip weet ik. Hij is 15 jaar. Doe slash spawn point. Oh nee. Dat betekent dat ik heel vaak dood ga als ik dat moet doen. Oh nee. Ja, dat gebeurt dan meteen. Oh, de map is lang. Lekker. Lekker lang. Lekker lange map van de tijd. Oh my god. Ik ben zo noob. Vind je dit trouwens van de sneaky muziek die Koko eronder heeft geëdit? Weet je wel, heel sneaky. Lekker sneaky. Lekker spannend. Oh nee. Laatste jump. Oké. Okay. Maar jongens, ik moet je wel vertellen. Hoe erg gaan jullie schrikken als dit erin edit? John Cena! Oké, voor degene die dus een headset op hadden, het spijt me. En die heel erg, oh my. Oké, dit is karma. Dat is karma voor wat ik net deed. Mijn excuses. Allright, we gaan hem halen. Yes, yes, yes. Oh, yes, we hebben gehaald. Oké, waar zijn we nu beland? Wat is dit? Hoe heette Ashwat in jouw Pokémon-serie? Heette die Sennek? Heette die Blowjob? Surftail, Harmkey, Cutie Pie en Oshawott? Geen bijnaam. Hij had een bijnaam. Hij heette natuurlijk Sennek. Wat had je niet op de squakantie? Oh, nee. Draman was er wel. Een koekenpan hadden we niet. Macaroni, weet ik. Niet. Een bed hadden we wel. Een nare man. Ja, Harm was wel veel. Ja, we hadden geen koekenpan. Hadden we niet. Je trolde ons in de achternaamvideo. Waarmee? Met twee dingen. Je trolde ons met Pascal, John Cena en Rickel. Dat was hem allebei tegelijkertijd. Zat in elke map van Tijger en Lalapakor. Ja, altijd. Ja. Nee. Ja, sommigen niet. Wie is geen streamer? Jo streamt wel. Emre streamt wel. Don streamt wel. Pascal, wat fuck? Jij of Jerry? We streamen allemaal. Pascal en niet. Pascal. Oh, ik ben wel een streamer. Ja, ik ben wel. Jij is ook een streamer. Wat? Jij streamt ook af en toe. Maar goed. Oké, okay, hoe oud ben ik plus jij? Hij was 15, hè? En ik ben op het moment ben ik 38. Denk over 9000. Is dat. What the fuck? Onze leeftijd staat niet bij. Wat? Hij is 15. Dus dat wil beweren dat ik 21 ben. Fuck, ik ben helemaal geen 21, man. Ik ben gewoon 20. Spring omhoog tussen de hekjes. We gaan er tussen springen. Man. Dat is best wel pittig eigenlijk. Springen. Oh, we zijn er doorheen gesprongen. Kijk, hier was je net. Dat zie ik inderdaad. En nu gaan we verder springen. Oei! 10 is T. Wat staat hier? Vind het antwoord. Wat staat hier zo geschreven? Oh, dat is moeilijk te zien, ouwe. 7 is S. Ik ga ze allemaal gewoon lekker noteren. Dat lijkt me wel slim. Tussen 3 en 4 een spatie. Oké. De 3 is de D.
6 is R. 4 is V. Oh, dit is wel een leuk puzzeltje hoor. 1 is T. 8 is I. 5 is E. En wat staat hier? 2 is I. Dit is dan onze tijd met een spatie. Tijdversie is het tot nu toe. Dan moet ik deze onmogelijke jump gaan halen hier zo. Dus bijna onmogelijk. Oh, goddammit. Het is bijna onmogelijk om deze jump te halen. Ben ik zo ongeduldig of iets in die richting? Oh yes, ik heb hem gehaald. Oké, ik heb hem gehaald. Nice. Dan gaan we nu verder jumpen. Oh, de 9 is de L. Hebben we de 9 al gehad? Nee, verschil. Moeilijk wel haalbaar. Oh nee, dit ga ik... Nee. Dit zijn echt van die hele kutte jumps, ouwe. Die ga ik niet eens proberen. Dit is toch niet haalbaar? Dat is bijna... Nee, dat is misschien wel haalbaar, maar dat ga ik echt niet mijn tijd aan doen. Dat is echt veel te moeilijk. Heb je dit gehad of heb je de jump boost nog? Ik heb de jump boost niet meer. Dat was eigenlijk wel slim geweest. Wat moet ik nou met de letters doen? Ik heb geen idee, maar ik ben eens hier beland. Winter Stone Button. Oh, nee. Oh, dit is echt pummelcast dit. Dit is echt heel moeilijk. Ik moet denk ik in die minecart zien te komen. Oh, nou, kom op. Minecart. Oh, shit. Dat hoorde niet stil. We gaan erin jumpen. Oh, nee, we zijn mis. Oké. Opnieuw springen. En jump in. Yes, we zitten erin. Oh, we krijgen damage. Oh. Rustig. Link. Even het karretje stoppen. Gaan we in deze. Ja, en dan gaan we hier uit. Oh, nee. En dan gaan we hier op zoek naar een button. Want ik denk dat die hier wel verstopt zit. Jezus, ouwe. Die hebben we wel heel moeilijk gemaakt, hoor. Oh, ik heb hem gevonden. Hier zit hij. Hier zit de button. Ja, ik heb hem gevonden. Yes. Oh, ik ben echt fucking goed. Hey, detective Link. Milan is vermist. Waarschijnlijk vermoord. Je moet met tips de moordenaar vinden. Het is een van deze. Oké. Het is Matty, Melvin, Don, Enzo, Jill, Jer of Joost. En Enzo, het broertje van Jer. Harm, Emre, Pascal. Je gaat nu naar zijn huis. Tips zoeken. Trouwens, ik kan niet bouwen. Dus het is echt heel lelijk huisje. Shout-out naar Durp. Het durptijger voor dit briljante idee. Als je het weet. Nee, ik weet het nog niet. Oké. Komt... Kams is last. Kams in last. Hier woont Mian en Jill. We gaan even concluderen. Even kijken. De moord is gepleegd om 7 uur op maandag of op zondag 3 uur. Oké, één van die tijden. Jill, ik zag nog een schim van de dader en het is sowieso een man. Er zat daar ook een tipje, maar die kan ik niet lezen. Maar ik heb hier wel een mooi bonkie. Een bonkie die ik niet kan plaatsen hier. Dat is wel jammer. Niemand weet hoe je zijn naam schrijft. Niemand weet hoe hij zijn naam schrijft. Oké. Dan kunnen we een aantal afgevallen worden. Hier zit een soort van nootjes. Iemand die van nootjes houdt, denk ik. Even kijken wat hier zit. Even hier concluderen. Hier zit nog een Jesse. Een teken van liefde. Dus we hebben een aantal hints gekregen. Oké, we hebben we hebben gekregen een teken van liefde met een bloemetje. We hebben een soort van nootjes gekregen. Iemand die zijn naam niet goed uitgesproken kreeg. En op een bepaald tijdstip. Oké. We gaan even kijken. Voor mij moeten we even naar die tijden kijken. Of om 7 uur maandag of zondag 3 uur. Of wordt er dan altijd geüpload? Heel DD-schema is natuurlijk weer veranderd. Dus niks klopt meer. Oké, we gaan kijken welke namen verkeerd geschreven kunnen zijn. En welke afvallen. Oké, Matty kan verkeerd geschreven zijn. Melvin is het niet. We zetten even Matty op het lijstje. Enzo niet. Jill ook niet. Want Jill zit nog bij het huis. Jer zou kunnen. Joost niet. Sowieso niet. Enzo, het broertje van Jer ook niet. Harm ook niet. Emre ook niet. Pascal wel. Oké. En dan hebben we een teken van liefde. En we hebben een soort van nootjes. Zo maandag om 7 uur of om 3 uur zondag? Ik vind mij heel eigenaardig. Ik zeg dat ik weet wat het is. Oké. We lopen hier. Oké, wie zou het zijn? Oh, dit is lastig, ouwe. Ik weet echt niet. Maar ik denk dat het Matty is. Matty is de dader. Nee, dat was hem niet. Misschien handig om nog even terug te gaan. Er zijn in totaal 12 tips. Eentje is heel moeilijk te vinden. Oh, wat zit hier? Oh, kijk. Je kan hem vinden op twitch.tv en ook op YouTube. Dan is het Pascal. Oh, kijk, hier zit een chest achter, ouwe. Kijk, er zit een chest achter verstopt. Achter de konkeloeren. Yo, die hebben die chest. Oh, die chest moet ik hebben. Oké. Misschien kan ik omlopen. Want ik denk dat het dan Pascal is. Oh, hier is ook een... Oh, nee. Hij is niet de slimste. Ja, sowieso Pascal. Pascal is echt fucking dom, ouwe. Kijk, er zit een chest hier, ouwe. Die moeten we hebben. Hé, ik zit nu echt een close als closer. Dus ik ga even in game mode. Ik kom blijkbaar niet in de chest. Oh, damn. Ik kom niet in de chest. Re-upload highlights. Ja, het is Pascal. I knew it. It was Pascal. Dus ik denk de tijd dat Pascal live gaat of zo, denk ik. Dat hem is. Dus ik weet dat het Pascal is. Pascal. Let's go. Ja, goed. Het was de nare Pascal. Zie je Pascal? Werd het ook getypt. Bij het begin dus daarom kon ik het ook weten. Dat had ik echt niet verwacht van hem. Wil je eerst naar Jill om te vertellen dat het Pascal was? Of ga je naar Pascal en hem wijzen dat om zijn fout? Ik ga denk ik eerst even naar Jill toe om het te vertellen. Weet je wel, lijkt me wel eens eerlijk. Jill was niet thuis, dus je besloot om te bellen. Hier is jullie gesprek. En ik zeg, oh dit en dit zegt.
echt chill. Etienne nog gecondoleerd met Milan. Hey Link, erg bedankt. Ik heb zo vermoeden wie de Morna is. Echt vertel me alles, want ik heb ook al een idee. Volgens mij is het Pascal. Ja, dat denk ik ook. Want er lagen die soort van nootjes. Maar het wat was hamster eten. Ah, daarom. En de moord werd gepleegd op de tijd dat hij streamde. Er is ook bloed gevonden van zijn hamster. Maar is het Pascal of Pascal? Echt niemand weet hoe je zijn naam schrijft. Hij is echt niet slim. Echt een retard. Als ik hem vind, dan vermoord ik hem. En ik zeg, ik ga nu naar hem toe. Maar dit vergeef ik hem nooit. Je bent zo lief, Link. PS, ik ben weer sick. Oh my god. Hij wordt net tegen me verteld dat Jill is sick. Man. Oh ja, misschien een keertje afspreken. Ja, is een goed idee. Maar ik ga nu naar Pascal de dag. Kusje, kusje. Doei. Man, dit, what the fuck? What the fuck? stuur alsjeblieft niet naar Jill toe dat dit gezegd is, alsjeblieft. Dit is heel erg awkward. Pascal is een huis. Dit was echt heel awkward, holy shit. Jill is er ook best wel snel weer over. Dus dat is wel fijn. Pascal, ben je thuis? Ik ben boven aan het streamen. Kan je even mijn farm onderhouden? Doel vernietig Pascal is een farm. Dat ga ik even doen. Oh, dat kan helemaal niet. Nee, dat kan ik niet. Oké. Okay. Uitvoeren omdat hij Milan heeft vermoord. Pascal is, ik weet je geheim. Ik weet dat je dat niet kan maken, pas. Je weet niks, Link. Kom snel naar boven. We zijn in de chest concluderen. Ja, om hamster voeren. Ja hoor, even allemaal hamster voeren. Ga niet even naar boven concluderen. Milan is niet dood. Hij is gewoon in mijn kelder. Dit kan je echt niet maken tegenover Jill. Dit gaat te ver. Het was Milan zijn idee. Ik heb hem alleen geholpen. Kom snel naar de kelder. Daar is Milan. Hij wil Jill pranken. Waarom heb je geen broek aan? Omdat ik net aan het was. Ja, je weet wel. Kom snel naar de kelder. Yo, dit is fucked up. Wat dus net zo is gebeurd. Milan is zogenaamd dood gegaan. En nu wilt Jill verkering met mij. En terwijl Milan nog eigenlijk helemaal leeft. Hey Link, je hebt me gevonden. Vind je het een leuke prank? Nee, dit kan je echt niet maken. Yo, dude, dit is echt fucked up. Dit is echt gewoon fucked up. Yo, dude, kan je niet spelen met Jill's gevoelens, man. Hey, erg bedankt voor het spelen van mijn map. Zal ik ook een derde maken? Je hebt nu nog langs heel de map. Oh, coole reds en blablabla. Ik kan een vliegtuig maken. Hey, dat gaan we dat doen. Oh, bijna gesloopt. Okay, je moet deze plaatsen zo. Ja, oh my god. What the fuck? Holy shit, dat is een vliegtuig. Holy shit. Holy shit. Holy moly knolly, dat is zo vet. Het is echt letterlijk een vliegtuig. Kan je er ook blijven staan of balanceren? Is dat mogelijk? Oh, ja hoor. Ik stil mijn vliegtuig. Yo, legit. Dit is fucking vet. En ook overigens, deze map is magnifiek goed. Als jij dit ook kan, zeg maar, met al die storylines, zeg maar, als een moord is gepleegd, zeg maar, een raadsel. Net zoals deze. Deze is super goed met hints. Als jij dat ook kan maken, doe het alsjeblieft in de volgende map van Tijger die je maakt. Want ik vind dat zo fucking cool. En maak het dan niet in één dag. Nee, gebruik je tijd. En maak er iets super vets van. En ik zie overigens dat dit helemaal hierin gaat. Naar de TNT, dan gaat het denk ik ontploffen. Dus daar wachten we nog even op. En dan gaan we nog één mapje spelen. En hier is een leuke slow motion edit van dit. Yo, dat was fucking vet. Echt zoveel props in deze map. Dankjewel voor het maken van deze map. En eens in zoveel tijd krijg je natuurlijk ook een mapje van Davy. Davytje 21, zoals je hier ziet. En velen van jullie kennen hem wel door zijn prachtige mooie map. En die staan natuurlijk altijd in de beschrijving. Want Davytje maakt echt fucking goede mappen. Zie je de map creëerde door Davytje. Made for Link Tiger. En hier staat de YouTube klik skull. Dus als je daarop klikt, kom ik naar zijn YouTube kanaal. De Twitter skull en de map exemplaires. Blablabla. We gaan gewoon beginnen. Dat gaan we gewoon doen. Link's Battle Tower. Made by Davytje 21. Ik ben benieuwd. Want Davytje maakt altijd super coole mappen. Hij weet zoveel van Redstone. Echt vanaf het begin toen ik hem kon. En ik ook allemaal dingen kopen. Dat is leuk. En hier zit Teleport Back to Level. En hier zit Don the Salesman. Maar ik heb nu niks om te kopen, want ik heb geen geld. En zijn enchantment koepel. Oh, kijk, allemaal enchanten. Leuk. Je kan mijn golden apples kopen en al die andere meuk. Een soort zombies of zo is dit dan. Next wave. We gaan gewoon next wave doen. We hebben gewoon zin in een wavy. Wave 1. We gaan beginnen. Holy shit. Oh, oh, oh. Holy shit. Die dingen rennen snel, ouwe. Die dingen rennen snel. Oh, damn. Oké. Ik was niet voorbereid. Oh, nee. Het zijn ook van die lelijke zombies, hoor. Echt hele lelijke zombies. Oh, nee. Hij heeft een zwaard. Hij heeft een zwaard. Oh, nee. Je hebt geen zwaard meer. Ga door.
ook geen speed gaan doen. Hij doet zoveel damage. Oh shit. Wave conquered. Skunkured. Nice. Oké. Okay. En hoeveel geld heb ik? Ik denk 3, want staat dan zeggen dat ik 3 souls heb. Ik ga gewoon in de volgende wave toe. En dan gaan we het hiermee proberen. Oh, die dingen rennen zo snel. Oh, die dingen rennen zo snel. Oh, dingen rennen zo snel. Oh, gaat dood. Oh, nee, nee, nee. Oh, nee, 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 nee. Oh, shit. Oh, shit. Ze hebben ook echt een zwaardje. Ze zijn zo sterk. Oh, nee. Ik moet echt een beter armor hebben of zo. Kan ik beter armor krijgen? Ik hoop het wel. Gaat dood. Oh, shit. Ik ben bijna dood. Ik heb 7 souls. Kan ik wat beter kopen? Ik heb een stone sword. Het heeft geen zin om te kopen. Ik kan bijna leather kopen. Leather armor. Dan ga ik daarvoor. Gaan we gewoon de volgende wave doen. Wave nummer 3. Daar staan ze hoor, de mannen. Oh, er is nog meer mannen. Er is nog meer. Een kleine man. Nee, een flamer. Wat de... Ik kan zeker in de fik zetten. Daar heb ik geen zin in. Daar heb ik geen zin in. Holy shit. Holy shit. Oh, moet wel zachtjes zijn voor mijn ouders. Oh, nee. Die liggen allemaal dood. Oh, nee. Ik ga dood. Steek. Lekker steekie. Smikkelen van een lekker steekie. Oh, je bent ook dood. En Flamer, ik vind jou eng, want ik wil niet in de fik staan. En jij ook hartstikke dood. Yes. Oké, ik heb 12 souls. Ga kijken of dat buying process werkt. We gaan natuurlijk een leather chestplate kopen. Ja, oké. Het is gewoon precies hetzelfde. Ik dacht, ga gewoon een nieuwe wave doen, man. Hey, vrienden. Oh, nee. Ik ga deze trap op. Ik weet niet waarom. Ik weet niet of het goed is, maar ik ga deze trap op. Hey, ik ga de trap binnen beneden. Oh my god, er zijn ook 2 flamers. Oh, chips. Ik hou niet zo van chips. Chips is lekker mooi. Oh, nee. Oh, shit, er zit natuurlijk tralies voor. Oh, nee. Hey, flamertje. Flamertje aan de one. Wie is de mooiste van het land? Oké, kunnen ze hem in de fik zetten? Oké, dat is duidelijk wel. Even kijken of ze hem in de fik konden zetten. Plutsen. Oké, next wave. We gaan gewoon kijken hoeveel waves we kunnen doen. En dan stopt de aflevering als we dood zijn. Het is weer tijd voor een nieuwe ronde. Nieuwe kansen. Hey, boys. Oh shit, ik zit vast. Oh, no. Oké, ik heb nu... Oké, van die krijg ik allemaal gewoon 1 soul. Maar ik krijg misschien van die flamers 2 souls. Nee, daar krijg ik gewoon 1 soul van. Oké, duidelijk. Oké, overal gewoon 1 soul van. Nou, deze man heeft een stone sword. Het is gewoon een langzame zombie. Maar deze denk ik heel sterk. Ik wil alleen maar van die zombies hebben. Want die kan ik wel aan. Die zijn makkelijk te killen. Daar komen ze. The boys, the morning. Oh, no. Oh, dat zijn die langzaam. Ah, daar heb ik niks mee te maken. Die kill ik later wel. Alleen geen eten meer. Dan moet ze ook wel eten kopen. Oh, nee. Ik ga hartstikke neer. Als het erdoor gaat. Oh, nee. Oh, zombies. Oh, dat kut PvP altijd van 1.9. Kan ik niet tegen. Oh, nee. Oh, yes. Oké, I got him. Yes. Hey, broedertje. Hey, hallo. Ga jij eens dood? Hallo. Kan ze niet hitten? Dat is vervelend. Hey, broeders. Vlammerwerpertjes. Ga eens even hartstikke neer. Oh my god. Ik ging hartstikke... Zag je dat? Ik ging hartstikke dood. En wat gebeurt als je doodgaat? Wat gebeurt er dan? Moet je dan weer opnieuw beginnen bij je eerste wave? En dan begin je wel weer bij wave 6. Dat is wel tof. Ik vind wel een leuk concept dit. Maar je begint wel met de items die je zeg maar had. Dus als je uiteindelijk dus geen items meer hebt, dan ben je gewoon fucked. Dus als uiteindelijk mijn sword breekt, dan ben ik echt wel de pineut. Kijk, ik wil weten hoeveel hun hitten. Even kijken. Even koenkeloeren. Oh, die deed er gewoon 3 hartjes houden. Oh, we hebben ook skeletons uiteindelijk. Maar ze gaan vechten tegen elkaar, zie je dat? En ze zijn allemaal dood omdat ik dood ging. Oké. Dit zijn allemaal dingen die je kan kopen. Oké, dat is best wel nice eigenlijk. Ik koop gewoon lekker een iron. Oh, ik heb net 2 souls te weinig. Nou ja, boeien. En voor $5 krijg je dus 10 steken. Oh, dat is wel nice houden. Hé, dit is ook super dope. Deze map komt natuurlijk in de beschrijving voor het geval je deze ook wil spelen. Misschien leuk om met vrienden te doen. Al die zombie waves te kleren. Vond je deze video leuk? Even een duim omhoog. De volgende keer zal ik weer lekker extra enthousiast zijn voor jullie. Dan zijn mijn ouders vast niet aan het slapen. Als je ook van je ouders houdt, duim omhoog. En ik zeg dan mee, jongens. Dus later.